Is dit allemaal een beetje zichtbaar voor u? Ja? Jij ook een beetje, Stefan? Je hebt alles in beeld wat je wilt hebben? Ik heb alles in beeld, ja. Nou, we hebben in ieder geval aan de linkerkant het scherm van Stefan. De rechterkant zult u de slides zien die na afloop te downloaden zijn om nog een keer na te staan. Ik zal een beetje moeten wisselen met mijn schermen. Als we bepaalde machines in beeld willen brengen. Walt heeft mij al een beetje de inleiding van mij voor mijn voeten weggehaald. Wij gaan proberen het binnen 3 kwartier af te ronden. Ik hoop een beetje op de mensen van uw kant, want het zal een beetje spannend worden. We hebben een aantal slides, daar zullen we heel snel doorheen schieten. We hebben gewoon wat theoretische achtergrond. Maar we willen eigenlijk voornamelijk bezig gaan met de presentatie. Of met demo's voor deze presentaties. Stefan zal daarvoor de meeste typewerk verrichten, dus je kunt hem lekker zenuwachtig maken, want iedereen zit niet op zijn vingers te kijken. Dit is eigenlijk een korte agenda. Zoals gezegd, demo's, dat is eigenlijk de hoofdmoot. Wat we willen gaan doen. Kijk, even terug naar die BRS 3 in 2004. Dit was inderdaad het verhaal, Walt heeft het net al een beetje verteld. Er werd toen onder andere werden exports uitgevoerd door een hele fase van informatie verzamelen, kijken hoe ziet je target uit, hoe ga je daarmee op, wat ga je ermee doen, hoe kun je hem aanvallen. We zouden daar Windows 2000 systeem voor met IIS. We hadden ook 2 keer 1,5 uur. Ik heb gevraagd wij dat ook kregen, kregen we niet. Dus we zullen dat ding moeten strepen nu. En misschien een andere keer. We hebben dus wel even 3 kwartier. De export die ze toen onder andere gebruik maken was de DECOM export. Die was gebaseerd op de RPC voor dat die binnen de Windows systeem zoals die er toen was. En nog steeds dus voorkomt om met het systeem te tekenen. Ze hebben de backdoors geïnstalleerd, ze hebben rootkits geïnstalleerd, ze hebben ook laten zien wat je als verdediger er tegen kunt doen om je tegen dat soort aanvallen te weren. We hebben hier alleen 2012 van alles veranderd. Ik heb in ieder geval als beheerder, als verdediger, heb ik van alles ingeschakeld. Ik heb 2000 heb ik niet meer actief, ik heb 2008 actief. Mijn patchbeleid is op alle, net zoals dat voor nu allemaal. Firewalls, reverse proxies heb ik ingezet. Ik maak nu gebruik van een opstelling waar ik inderdaad een firewall heb, dat mag jij niet weten. Ik heb een reverse proxy ingesteld en ik heb een website op een IIS 7.5 server. Ik heb er wel voor gezorgd dat ik buitenaf heel weinig aanvalspaden heb. Dus mij kan eigenlijk niks gebeuren. Nou, om dat te verifiëren zal Stefan proberen om mijn website www.bhs.nl. Dus kijk of je hem kan aanvallen, Stefan. Nou, eerst gaan we even kijken. Er staat inderdaad een website op dit adres. Nou, de redelijk staatse website. We zien niet direct invoervelden. Dus we gaan eens kijken of dat systeem ook zo beveiligd is zoals Frans zegt. Nou, we maken gebruik van Armitage een mooie frontend voor Metasploit. En we gaan snel op een makkelijke manier het systeem scannen. Nou, het gaat heel snel. En wat zien we? Oh, is dat een fout? Nou, dat is goed. Hij vindt al direct op poort 80. Ik kom natuurlijk op veel meer poorten. Maar zoals Frans zegt, als hij het goed voor elkaar heeft, gaan we daar ook niet veel vinden. Nou, we hebben 1 systeem gevonden. Nou, ik had wel een Windows systeem verwacht en niet zozeer een FreeBSD. Maar we vinden slechts 1 service en het is inderdaad een HTTP service IIS. Nee, ik had Windows verwacht, het is FreeBSD. Daaruit concludeer ik dat er waarschijnlijk wel een reverse proxy of eventueel een firewall voor zit. Net zoals dat Frans zegt. Dus ja, we kunnen hier waarschijnlijk heel weinig mee. Toch even kijken of dat Metasploit echt niks kan vinden. Eerst een fine attacks. En dan laten we met Hail Mary gewoon alles wat hij kent laten op de website lossen. En we zien wel of dat hij iets kan vinden. Het is een beetje een makkelijke oplossing. En het is ook redelijk luidruchtig. Hij probeert gewoon alle aanvallen die hij kent. En ik ben zeker van dat Frans die ook wel kan detecteren.
ziet ze gewoon voorbij komen. Elke keer ook aanvallen die helemaal niet te doen. Aanvallen worden geselecteerd op basis van voorkeur in de service. En hij probeert ze gewoon allemaal. Dus als er een bekende kwetsbaarheid in zit waar Metasploit een exploit voor heeft, dan zal hij die wel uitvoeren. Nee, we zijn bijna aan het einde. En ja, no active sessions. Spijtig genoeg hebben we er helemaal niets mee kunnen doen. Dus met Metasploit kan ik in elk geval het systeem al niet overnemen. Nee, ik had normaal gesproken nog even een sessie van het systeem opgezet, want het staat zo goed dicht dat er zelf niet meer bij komt. ik zal ik gebruik een proxy, dat is de fijne proxy, gewoon heel simpel richting gaan. Daar zou ik gewoon in mijn logfile zou ik gewoon allemaal die URL's, alles wat hij stuurt, allerlei rare verkeer, vreemde tekens, noem maar op, dat zou ik gewoon in mijn logfile zien. Maar ja, wat moet je daarmee als beheerder? Ja, moet je dan iedere keer als je dat ding tegenkomt, moet je dan zeggen van oké, ik blokkeer het IP-adres of wat doe je ermee? Nou, je kunt er volgens mij heel weinig aan doen. Gewoon detecteren tot ze er zijn. Je kunt eventueel IPS inschakelen, zodat het geautomatiseerd verhandeld wordt. Maar op zich, ja, het hoort er gewoon bij. Het is gewoon een keer wat je kunt tegenkomen. Je hebt wat ze even gebruiken, gewoon lekker simpel. Niet nadenken, vooral niet nadenken, maar gewoon boem, alle exploits er naartoe, lekker uit de richting. En daar kun je bijna niks tegen doen. Iedereen hier in de zaal kan dit gewoon uitvoeren tegen mijn website. Dus er is heel weinig tegen doen. Eens wat je kunt doen, zoals gezegd, geautomatiseerde detectie, eventueel blokkade van allerlei dingen. Nou, de opstelling wat we hier zien, is inderdaad een firewall, een reverse proxy. En daarna pas je webserver in een DNZ of wat dan ook. Nou, dat zijn eigenlijk toch wel een beetje de zaken die we vandaag de dag tegenkomen. Wat dat betreft zijn dat de aanvalspaden zijn ook een beetje veranderd in de loop van tijd. Doordat je dit soort opstellingen hebt, is er eigenlijk niets meer te halen op het niveau van het OS. Waar nu te halen valt is kwetsbare applicaties, dus de webserver die een applicatie installeert, is die kwetsbaar. Kunnen we daar nog mee doen? We hebben het vandaag een aantal keer door SQL-injectie, cross-site scripting, allemaal dat soort dingen. Dat ga je zoeken dan naar de applicatie. Dus daar naartoe is ook het feit dat de aanval verschoven tegenwoordig. We zien niet meer echt aanval op netwerkniveau. Ja, en als ze er zijn, dan zeg ik helaas, in de kaas, dan ben je zelf schuld met gewoon je netwerkniveau. Dus ja, dit soort aanvalspaden die zijn er niet meer stevig, dus wens je veel succes. Nou, aangezien dat automatiseerde aanval niet is gelukt, wat is de volgende optie? Ja, we kunnen wel even kijken naar de aangeboden services, in dit geval een website. Ja, misschien kunnen we een file upload doen. Met een file upload, als het slecht geïmplementeerd is, kunnen we daar een Excel uploaden. Nou, ik heb deze website even gecontroleerd en spijtig genoeg. Lukt dat hier niet? We kunnen ook eens kijken of dat we kunnen inloggen. Als een EDP wordt aangeboden, SSH, kunnen we proberen brute force credentials en zo toegang te krijgen tot het systeem. Helaas is dat ook hier weer niet het geval, dus moeten we het systeem via een andere route benaderen. Nou, we kunnen proberen toegang te krijgen tot het interne netwerk en dan het systeem benaderen. Nu, het interne netwerk is meestal iets minder beveiligd, meerdere systemen, dus we gaan even kijken. Nu voor de demo spelen we even vals en tik ik rechtstreeks in op het interne netwerk. En gaan we ook hier even een nmap scan uitvoeren. Ik heb speciaal voor vandaag, voor de demonstratie, heb ik hem heel eventjes toegang verleend tot mijn interne netwerk. Heel even maar. Heel even, ja. Gelukkig maar. Maar het interne netwerk werd ik gelukkig. Ook het IP-reeks van. En gaan we scannen. Nu, waarom wil ik eigenlijk het interne netwerk aanvallen? Nou, het is heel logisch. Op het interne netwerk staan veel meer systemen. Niet alleen staan er meer systemen, maar je hebt ook een kans dat er systemen niet goed gepatcht zijn en niet goed onderhouden zijn. Spijtig genoeg zien we dat ook regelmatig. Nou, de scan is redelijk snel afgelopen, zie ik. En ja, we zien ook meerdere systemen, niet alleen de BSD die wel eerder zijn tegengekomen, misschien hier terugkomen, maar ook de interne kant van de website. En als we hier kijken naar de services, dat zijn er al een stuk meer dan de services die van buitenaf weer naderbaar zijn. Dus wie weet, zijn er hier wel kwetsbare services aanwezig. Maar dat kunnen we in elk geval even controleren. Gaan we hier voor deze ons concentreren op de twee Windows-systemen.
Waarom is deze Windows anders? Dat is het icoontje voor het oude systeem. In dit geval is het een Windows 2000. Oh, okay. Dat is niet, maar ik denk dat het eigenlijk een Windows XP is. Ja, okay. Ja, waarom heb je eigenlijk zo'n oud systeem op je netwerk staan? Dat is toch niet geloofwaardig? Nou, eigenlijk wel. Het is inderdaad het is een Windows 2 of een Windows XP systeem, dus die informatie klopt er niet, dus ik hoop dat je daar niks mee kan. Het is een Windows XP systeem, maar gewoon, ja, ik heb hele oude software. Die draait alleen maar op dat Windows XP systeem. Ik denk dat er hier mensen in de zaal zijn die dit wel herkennen van software die niet meer geüpdate wordt, die niet meer verkrijgbaar is, die niet meer bijgevoerd wordt naar de nieuwe systemen. Dus daar heb ik het voor, er staan geen gegevens, helemaal niks op. Dus, ja, je hebt er eigenlijk niks aan, dus gewoon bedoeld voor de aansturing van een aantal andere apparaten. Maar verder kun je nog niks mee. Er staan geen gegevens op. Nou ja, gaan toch maar even controleren, want je kan dat wel zeggen, maar als je niet eens kan onderhouden, hoe weet je dan wat er precies op staat? Nou, ik heb ondertussen heel Mary opnieuw opgestart. Hij doet het op zowel tegen een Windows 2008 systeem als tegen een Windows XP systeem. Het duurt wel even voordat ze allemaal zijn uitgevoerd. Dus even wachten. Hij is nu de hele tijd aan het switchen tussen 30.10 en 30.11, XP en Windows 2008. Nu, je zegt dat er helemaal niets te halen is, maar ja, hoe zit het met het beheer van die machines? Is dat dezelfde persoon die dat doet? Maakt hij gebruik van hetzelfde wachtwoord? Hoe zit dat precies? Weet ik eigenlijk niet. Het staat al jaren. Oké. Nou, ik zie hier in elk geval dat er een sessie is geopend. En naar het icoontje te zien is er ook wel iets kwaadaardigs in dat systeem gebeurd. En daar is ook een telefoon, hè? Hoort die melding erbij? Die hoort erbij, ja. Nu, nou, het Windows 2008 systeem, daar hebben we nog steeds geen toegang toe. Dus het lijkt er inderdaad wel op dat het mooi onderhouden gepatcht is. Maar wat betekent dat rode eromheen? Je hebt daar dat, een scherm. Dat betekent dat het daar niet zo goed mee gaat. Yeah. Oké. Okay. Ik heb nu namelijk volledig controle over dat systeem. Nou, dat geloof ik best. Nu, wat kunnen we hiermee? Nou, met een metapeter session kan je een command shell openen, je kan een VNC openen. Met de shell kan je ook allerlei informatie opvragen, maar in dit geval vind ik het veel interessanter om de hashes met de credentials af te halen. En ik denk dat we de VNC's dit krijgen. Want jij bent van alles aan het doen en jij ziet het. Ja. Techniek. Ja. Een demo effect. Nu, wat ik in elk geval aan het doen ben, is de credentials van het Windows XP systeem verzamelen. Dat is ook een kwestie van met de muis twee klikjes en je hebt het. En even wachten tot we het in beeld hebben. Kijk, daar zijn we. Nu, zoals je kan zien, het is heel makkelijk. Access, dump hashes en dan selecteer je en dan krijg je ze. Je kan ook even kijken welke credentials je allemaal hebt. Administrator, demo user, test enzovoort. Dit betekent dat jij iets van mijn systeem nu hebt afgehaald? Dat heb ik allemaal van jouw systeem afgehaald. Maar dat zijn geen wachtwoorden? Het zijn geen wachtwoorden, het zijn gehashte wachtwoorden. Nee. Ik kan die natuurlijk proberen te bootposten. Ik kan rainbow tables gebruiken om die wachtwoorden te achterhalen. Maar Windows geeft nou ook een andere optie. Dat laat mij toe om de hashes te gebruiken om rechtstreeks toegang te krijgen tot jouw systeem. Dit is ook een aanval in Metasploit. Het heel makkelijk pas de hash. Nou, het enige dat ik hoef te doen is te selecteren welke gebruiker in launch. Maar ja, ik heb hier redelijk wat hashes. Hoe weet ik nu welke? Nou, die optie checkt al credentials. Het kan echt niet makkelijker. Nou, ik selecteer administrator, want ik geloof dat jij wel overal hetzelfde wachtwoord gebruikt. Nou, dat klonk eng. Nou, hij staat bezig met een exploit te sturen, met die hash, en nu heb ik jouw Windows 2008 systeem overgenomen.
maakt niet uit hoe veilig het is, hoe mooi je je patches installeert. Als je andere systemen op je netwerk hebt en dezelfde credentials gebruikt, dan ben je nog steeds kwetsbaar. Oké, nou omdat dit soort aanvallen die bestaan gewoon, past Hash, is een beetje afhankelijk, of ja, is eigenlijk een beetje een design zoals we als Microsoft Windows werkt. Wat kun je er eigenlijk tegen doen? Heel weinig, ja. LM en NTLM die we gaan gebruiken, Kerberos gaan gebruiken. Ook Kerberos zijn er inmiddels al een aantal bekend die allemaal op deze manier werken. Het is eigenlijk de basis. Zorg ervoor dat de XP-systeem, totdat daar niet staat, dat daar niet bij kan. Is het interne netwerk niet? Daar komt toch niemand bij, maar je ziet wel, op het moment dat hij erbij komt, dan kan ik wel het beveiligingssysteem ernaast hebben staan, helemaal gepatcht, de laatste security dingetjes zijn erop, geharden, noem maar op. Maar op deze manier kan hij nog steeds mijn systeem gaan overnemen. Er zijn natuurlijk wel wat maatregelen, maar je moet toch echt denken van defense in depth maatregelen, dus zorg inderdaad dat er niet bij komt. Een andere maatregel is gewoon least privilege principe. Hij komt er niet bij, omdat ik gewoon op alle systemen hetzelfde administrator wachtwoord heb staan. Nou, zorg er gewoon voor dat je echt minimale credentials op je users op je systeem hebt. Log niet onnodig in bijvoorbeeld met je domain password, je admin domein password. Omdat je daar overal op het willekeurig systeem inlogt en hij krijgt die hash te pakken, ja, dan ben ik gewoon helaas het haasje. Toch? Dus het is eigenlijk. Ja, er zijn wel dingetjes die je moet doen. Maar het is niet zo van, doe dit en dan ben je er vanaf. Nee, je zult een heleboel maatregelen moeten nemen. Maar dat geldt eigenlijk voor het hele verhaal. Ja? Nee, ik had mezelf wel even makkelijk gemaakt door te zeggen, ik heb toegang tot een interne netwerk en dan ga ik een scan uitvoeren. Maar ja, hoe kom ik op dat interne netwerk? Want dat is natuurlijk niet zo makkelijk. Frans had het externe systeem had hij al mooi afgeschermd, dus dat is al geen optie. Dus wat zijn nu mijn volgende opties? Nou, we hebben drie methodes uitgewerkt. De eerste is via wifi. Er zijn heel veel bedrijven die wifi aanbieden, zowel aan bezoekers, maar ook aan eigen werknemers. De tweede mogelijkheid is social engineering, of de derde mogelijkheid via een stepping stone. Je zoekt een ander systeem op het internet dat toch toegang krijgt tot het interne netwerk. Via wifi, wat kunnen we daarmee doen? Ja, het feit dat een open netwerk of web, dat eigenlijk een open deur is, dat hoef ik jullie hopelijk niet meer te vertellen. Nou, wat hebben we dan als andere opties? WPA2 met een pre-shared key, of WPA of WPA2 met een pre-shared key, of WPA Enterprise. Nou, ook daar is het niet zo evident om zomaar toegang te krijgen tot het netwerk. Stel, een pre-shared key, als je 10 tekens hebt, dan heb je toch al snel een astronomisch aantal mogelijke combinaties die je moet afgaan. Je kan met een dictionary attack kijken of dat de sleutel erin zit, of echt brute force, maar als het echt een veilige sleutel is, geef ik je weinig kans. Voor WPA Enterprise heb je een ander probleem. Meestal zijn die gekoppeld aan interne credentials voor het bedrijf. Nu, daar loop je dan snel aan tegen systemen als account lockout. Dat kan je wel 3 keer proberen, maar daarna zit je ook vast en dan raak je helemaal niet op het systeem. Nu, voor WPA met een pre-shared key kan je geluk hebben. En dat is als het access point WPS geconfigureerd heeft. WPS staat voor Wi-Fi Protected Setup. En dat is er eigenlijk gekomen om gebruikers makkelijk te maken om toestellen toe te voegen. Stel, je hebt een printer die Wi-Fi ondersteunt. En je moet daar een WPA-sleutel van 18 tekens in vullen. Nou, een printer heeft geen toetsenbord, dus wat doe je? Met de pijltjes, letters selecteren, je ziet een sleutel van 18 tekens in te geven, 1 foutje en je kan opnieuw beginnen. En ja, dat is helemaal niet handig. Dus vandaag WPS, heb je 3 methodes voor WPS. Ten eerste heb je een knopje op het access point en op de printer. Druk het knopje tegelijkertijd in en de printer wordt geconfigureerd. Dan gaan ze protocol, handshake en al die WPA-sleutel en heel de configuratie wordt doorgegeven. Als aanvaller heb je er weinig aan, want je hebt fysieke toegang nodig tot het access point. Andere methode is dat de client, dus in dit geval de printer, die toont de pincode. Die pincode vul je in op het access point. En dan
krijg je terug handshake, protocol en wordt de printer gecompileerd. Ook hier heb je toegang nodig tot het access point. Voor een aantal is dat minder interessant. Nu, de derde methode die is wel heel interessant, dat is de external register methode. Hier is het omgekeerd. Hier heeft het access point een pincode en die moet je op je toestel, je printer of eventueel een andere computer ingeven. En aan de hand van die pincode krijg je dan heel de WPA-sleutel met de configuratie van het netwerk. Nu, dat maakt dan een stuk makkelijker. Een WPS-pincode zijn 8 cijfers met een checksum. Dus in plaats van het astronomisch hoge aantal mogelijkheden voor een WPA-sleutel, heb je nu nog maar 10 miljoen mogelijkheden over. Als je een automatiseerde aanval is dat best wel mogelijk. Heb je nog een tweede voordeel als aanvaller, is dat er een zwakheid in het algoritme zit. En niet de hele pincode wordt gecontroleerd, maar wordt in twee stukjes gekapt en stukje voor stukje gecontroleerd. Nu, dan heb je in plaats van 10 miljoen mogelijkheden nog maar 11.000 combinaties die je moet testen als aanvaller. Nou, 11.000 combinaties, als je dat automatiseert, is dat zeker te doen. We hebben ook een aantal modems gecontroleerd. We hebben 4 modems gepakt die echt huistuin- en keukenmodempjes die je overal kan kopen. En van de 4 modems die we hebben gekeken zijn er 3 waar dat WPS out of the box aanstaat. Dus je koopt die, je configureert je WPA-sleutel, heb je nog steeds WPS aanstaan en ben je dus eigenlijk kwetsbaar. Van die 3 die WPS aan hebben staan was er slechts eentje met een accountblokkade of met een lockout. Dus na 4 pogingen werd het gestopt en kon je geen WPS toegang meer krijgen. Dus ja, het is geen wetenschappelijke test, maar toch 50% van de access points die worden gecontroleerd waren kwetsbaar. Nu, het protocol zal ik niet echt uitleggen, maar het gaat erom, je hebt 4 stappen, 4 communicatiestappen met het access point. In die 4 stappen wordt de pincode gecontroleerd en krijg je uiteindelijk de WPS of WPA-key. Ik heb hier de foto genomen van dit access point dat hier staat. De mensen die hiervoor zaten, die hebben net gezien dat ik hier een knop ingedrukt heb. 3 seconden lang en zo, waardoor die zeker in zijn fabrieksinstellingen staat. De onderkant, die wil ik niet door de zaal laten gaan, maar staat hier op het scherm. En dat is hier dus inderdaad, als je kijkt, je ziet daar linksboven het pinnummer, 7210-4514. Je ziet het IP-adres 192.168.1.1, het default wacht op 1.3.4 en de SSID, toevallig ook nog de merk van het apparaat. Over het algemeen, als ik als beheerder zo'n ding krijg, aan gebruikers meegeven voor een thuisnetbeheer of een gebruiker die dit apparaat meeneemt naar mijn bedrijf en daar gewoon een welk access point op zet. Dan mag ik van hopen tot je op zijn minst WPA activeert. Dus dat ga ik nu ook eventjes doen. Want Stefan heeft wel een heel mooi verhaal gemaakt, maar wie zegt mij tot dat klopt? Dus ik ga even proberen verbinding te maken met het systeem. Dat gaat er niet door, zoals je ziet. En ik zal heel eerlijk bekennen, wij maken gebruik hier van USB-netwerk adapters die dat niet helemaal willen doen. Dat mag ik weer niet. Dit lijkt dat toch te moeten doen. Of je neemt een ander netwerk aan natuurlijk.
Wereldstekker doet het dus ook nog altijd. Nou. Zal ik misschien even WBS Corporate of WBA Corporate verder gaan? Kun jij er nog bij komen? Kijk of jij een aandachtsinzet op 102 van jouw kant uit? 102 meter? Nou, we gaan even een backup mechanisme. In ieder geval de 192, 168, 1.10 in kan schakelen. Dit is het configuratiescherm. Dan moet ik hier typen en daar naar kijken. Zoals gezegd, hij staat standaard op EBS 10. Ja, maar het is moeilijk om dat te doen. Ja. Nou, hij vraagt mij meteen om het nieuwe wachtwoord. Maak maar even wat van BHS. BHS. Ja, het is een heel zwak wachtwoord, ik weet het. Nou, vervolgens kijk je heel goed is nou, een keer in willen. BHS. Extra veilig natuurlijk. Nou, over het algemeen ga je toch meteen de setup aanpassen. Je weet waar die bij zit, BHS. En security mode, daar gaat het mee. Die zet ik op WPA 2, Fischer Key. Dan moet je natuurlijk een Fischer Key ingeven. Ik weet niet of deze render genoeg is. Ja? We voegen er toe. Ik hoop dat iemand meegeschreven heeft wat er staat. Nou, wat moet dat? Daar staat wat in. Ja, configuration. Dat bleek het succesvol. We laten dit scherm gewoon eventjes aan. We doen zo meteen weer eventjes. Dus ik heb nu gewoon een wifi access point met WPS. Weet ik veel wat dat betekent. Heb ik geactiveerd. En ik heb er gewoon een willekeurige key ingezet. Nou, dan is het aan mij kijken of ik toch toegang kan krijgen tot een netwerk. We gebruiken hiervoor tools River. En daar hebben we nog een extra tools bij, dat heet Wash. En wat doet dat? Ja, eerst wil je detecteren welke netwerken gevoelig zijn voor die aanval, dus welke netwerken WPS actief hebben staan. Nu hier in de omgeving hebben we er 4. Een sidecom, waarschijnlijk een of ander access pointje dat niet van ons is. Deze 2, BHS en de Zixel, die zijn wel van ons. Dit was voordat hij geconfigureerd heeft. Nu heeft hij hem opgegeven naar BHS. En die laatste zullen we ook maken met rust laten, want die is niet van ons. Maar dit zijn allemaal access points die WPS aan hebben? Dit zijn access points die WPS aan hebben en die niet geblokkeerd zijn. Dus
kunnen ook detecteren of dat WPS geblokkeerd is, zij het tijdelijk of permanent. We noteren de SSID van BAS10 en die willen we aanvallen. Daarvoor gebruiken we de reaver. Ik weet een beetje dat mijn front redelijk groot is. Maar wat doet hij? Ja, hij probeert gewoon stap voor stap in pincode, kijkt of het juist is, gaat naar de volgende pincode enzovoort. Dus hij begint eerst zoeken naar het kanaal waar die BSSID wordt uitgezonden. En dan zal hij zo meteen beginnen met pincodes af te lopen. Nou, hij zegt prime pin 1 enzovoort, 1 tot en met 7. Het laatste cijfer is een checksum. Het voordeel hiervan is dat hij kan restarten wanneer hij wil. Hij gaat altijd verder waar hij gebleven was. Dus we de vorige slide nog eventjes kunnen terughalen. Terwijl het was even gewoon even doorgaan. Hier zagen we inderdaad dat de pincode van 8 cijfers is opgebouwd uit 4 plus 3 plus 1. Die laatste is gewoon een checksum. Wat hij nu met zijn tool moet doen, is om in ieder geval al die eerste vier cijfertjes te bepalen. Daarvoor gaat hij gewoon wat pakketjes op en neer sturen. En op enig moment zal hij het juiste getal hebben geraden. En dat is, als we hier op de foto kunnen zien, is dat 7210. Nou, afhankelijk van hoe snel het wifi-verkeer is of er veel storingen zijn in de lucht. We hebben metingen verricht waar we gewoon echt 2 pins per seconde konden doen. Waar we ook metingen met 3 pins per seconde. Wat was het? 3 seconden per pin, 2 seconden per pin. Nou, als je dat een beetje gaat omrekenen, dan kom je toch al snel op maximaal 8 tot 10 uur. Maar dan heb je gegarandeerd de juiste pincode in ieder geval kunnen detecteren. Ik weet niet hoeveel het nou is. Het demo-effect speelt echt mee. Ja. Zou een access point het gewoon niet leuk vinden, maar dat zou kunnen. Andere netwerken zaten op kanaal 11 en 2. Daar zit nog 6. Op zich zou er niet te veel storing mogen zijn. Demonstreren voor degene die dan zin heeft om het echt te zien. Mag er nog eens eventjes naar kijken. Hij probeert telkens opnieuw dezelfde pin omdat de transactie niet was gelukt. En, ja, dat is een beveiliging voor zichzelf dat hij toch alle pins zal proberen. Oké, we kunnen even vertellen wat er normaal gesproken zou moeten gebeuren. Hij zou dus op zoek gaan naar die eerste 4 posities. Daarvoor stuurt hij berichten M1 tot met M4. Tot op het moment dat hij hem gevonden heeft, dan detecteert hij aan het antwoord wat hij krijgt. En dan gaat hij op zoek naar het tweede setje van 3 getalletjes. Daarbij stuurt hij niet meer 4 berichtjes, maar 6 berichtjes. Totdat hij hem heeft gevonden. En op dat moment kan hij aan de hand van de informatie die hij tot met heeft gekregen, kan hij gewoon zeggen van,
geef mij jouw WPA-treki. En dan, hoe random die ook is, hoe lang dat die ook is, hoe ingewikkeld dat die ook is, hij geeft gewoon door de lucht, geeft gewoon de key. Wil je dat even laten, Stefan? Ik zou het inderdaad hier wel laten verlopen. We hebben nog een reserve access points, maar dat we willen we misschien op het einde proberen. Als we daar ruimte in mee kunnen krijgen. Voor de liefhebbers, we gaan zo meteen gewoon hier naar de presentatie afkomen en proberen. Ja, maatregelen daartegen is gewoon controleren überhaupt of je, of nee, laat ik het anders zeggen, wie weet of zijn modem PPS ondersteunt. Wie weet het niet, ja, die gaan niet omhoog. Wie heeft het nooit nagekeken? Kijk eens naar of er daar PPS ondersteuning in zit. Er zijn leveranciers, ik ga geen namen noemen, maar bewust niet, maar ik zou zeggen, bij mij in de buurt zijn een aantal access points door grote leveranciers geplaatst. Waar WPS aanstaat en waarbij je de WPA2 key kan achterhalen. Nou, schakel het gewoon uit. Je hebt het over het algemeen heb je het niet nodig. Als je het dan toch nodig hebt, zorg dan tot die automatische blokkade erin zit. Maar het laatste punt is eigenlijk veel belangrijker. Neem maatregelen om rogue access points om die te detecteren. Waarom? Iemand een idee? Jouw gebruiker binnen jouw corporate netwerk neemt hij nooit een access point mee. Ja, zal die niet inderdaad binnenkomen van, nou ja, goed, ik heb het even handig, ik prik even in. Nou, als dat toevallig is, dan kan hij nog zeggen, ja, gebruik WPA2, kan niemand misbruik van maken. Maar op het moment dat hij een standaard out-of-the-box modem heeft, alle dit, wat wel functioneert, dan heb je daar gewoon kans op problemen mee. WPA Enterprise, dat is eigenlijk de variant. Ik zie dat zeven van de bezig is, dat ik wel even omhoog. Ja. WPA Enterprise, daar gebruik je inderdaad een LDAP, radius, al dat soort toestanden. Wat is er weer? Dat hebben we ook even opgezet aan het begin van de Black Hat Sessions. Hebben we een klein setup gepakt met access points in een eigen radio server. En we hebben ook even gekeken naar welke SSID's er allemaal geprobeerd werd. Door smartphones, tablets, pc's die zijn meegenomen. Voor elk SSID waar naartoe werd gezocht, hebben we heel even een access point opgezet, 2 minuutjes per SSID, met een radioserver. En we hebben gekeken of er mensen een verbinding proberen te maken met de radioserver. Nu, de resultaten vielen gelukkig mee. In totaal waren er 490 SSID's die we moesten controleren. Nu, de meeste zijn geen WPA Enterprise, dus daar konden we eigenlijk niets mee. Alleen konden we dat op voorhand niet zien, dus we hebben het wel allemaal moeten testen. En uiteindelijk hebben we 15 gebruikersnamen kunnen detecteren. Dus toestellen die wel automatisch verbinding maken met het netwerk, maar die nog niet proberen in te loggen. De reden zal waarschijnlijk zijn dat er een pop-up verscheen met een onvertrouwd certificaat, wil je verder gaan of niet. 3 van deze gebruikers zijn wel verder gegaan. Dat betekent dat hun client ofwel het certificaat niet controleert, of dat ze zelf besloten hebben om, ja, ik vertrouw dit certificaat, log mij maar in. Nu, daarvan hebben we dan ook de hashes. De volgende slides kan je de uitvoering van zien. Dan heb je de gebruikersnaam, heb je challenge en response. En die gegevens zijn genoeg samen met een dictionary om eventueel het wachtwoord te achterhalen. Nu, je moet hier gebruik maken van een dictionary. Dus als je wachtwoord complex en lang genoeg is, heb je nog geluk en kunnen we het niet achterhalen. Tenzij dat we echt rainbow tables maken die echt alle tekens en tot 8 karakters lang of zelfs meer gaan. We hebben een rainbow table tot 5 tekens lang. En gelukkig kan ik mededelen dat de mensen die wel zijn ingelogd iets sterker wachtwoord hebben dan 5 tekens. Dus voor degene die nu denkt, hey shit, ik ben degene die op ja heeft geklikt, dan weten ze mijn wachtwoord. Nee, zover zijn we. Nog niet. maatregelen, Steven heeft ze al een beetje genoemd. We staan hier. Verifiëren daar of zorg in ieder geval goed dat je je certificaat mogelijk twee kanten op verifiëren. Zorg in ieder geval voor lange complexe wachtwoorden. Wij zeggen nu op dit moment met de huidige stand heel techniek minimaal 10. Gewoon met die remote tables. Maar pas op je password policy op. Leuk password policies. Maar op het moment dat ik jullie paspoortpositie zie en ik zie dat het eerste teken moet een hoofdletter zijn, het derde teken moet een cijfer zijn, dan weet ik al precies waar ik rekening mee moet houden
En als ik rainbow tables kan maken waar allemaal de hashes eigenlijk in verzamel, dan hou ik er rekening mee, ben ik veel sneller klaar. Dan heb ik dus veel meer kans op succes. Terug naar dit hele netwerk. Ja. Hoe kom je erop? Nou, in dit vier hebben we behandeld, of in elk geval een poging gedaan tot. Maar ja, als wifi niet werkt, wat kan je dan doen? Nou, de volgende stap is social engineering. Nou, de simpelste methode, wandel gewoon het gebouw binnen, zoek een access point en trek in, en dan zit je op het interne netwerk. Ja, mogelijk heb je een balie waar je langs moet proberen te komen. Mits een beetje social engineering zal dat wel lukken. En als je echt pech hebt, ja, dan moet je maar een aanval op afstand proberen. Ja, phishing aanval. Iedereen heeft waarschijnlijk wel een e-mailtje gekregen waar ik gevraagd heb om geld te storten of wat dan ook. Maar phishing e-mails kunnen natuurlijk ook gebruikt worden om iemand te overhalen om een bepaald bestand te openen. Dat kan een malware zijn die dan een verbinding maakt met het systeem van de aanvaller en zo toegang geeft. Ja, als dat niet lukt, dan kunnen we USB-sticks. Vroeger waren het floppies die werden gebruikt om data heen en weer te kopiëren. Nu zijn het USB-sticks. Er wordt nog steeds malware verspreid via USB-sticks. Mensen die geen virusscanner hebben en die echt alles kopiëren en doorgeven wat ze maar willen. Maar echt een gerichte aanval is toch wel moeilijk. Nee, heb je ook wel een, ja, ik zou zeggen, een uitgebreider USB-stick, namelijk die U3-sticks. Die kunnen zich ook voordoen als een CD-ROM. Het voordeel van een CD-ROM is dat de autoplay-functie werkt. Autorun, autoplay, de naam is een aantal edities van Windows geleden veranderd, denk ik. Dus zou je kunnen zeggen, oh, ik maak een USB-stick met CD-ROM-functie en ik zet mijn malware op de autoplay. Maar ook dat werkt eigenlijk niet meer, want zodra je in een toestel steekt, ja, je krijgt een pop-up. Wat wil je doen? Het wordt niet automatisch meer uitgevoerd. Hier zie je dat zowel voor het CD-gedeelte als het USB-gedeelte verschijnt de pop-up. En ook de virusscanner gaat zien de memorie en vraagt of dat het USB-gedeelte mag scannen. Valt wel op, hij vraagt enkel om het USB-gedeelte te scannen en niet het CD-ROM-gedeelte. Dus daar kan je eventueel nog misbruik van maken. Nou, wat dat betreft hebben wij binnen ons bedrijf hebben daar allemaal die andere opties hebben allemaal uitgeschakeld. We hebben al die virusdingetjes hebben ingeschakeld. Dus nou, dat kan bij ons heel weinig gebeuren. Dus als ik deze mooie USB-stick zou geven, die zou ik niet inprikken? Nee, die zou ik niet inprikken. Althans niet in mijn koppelde netwerk. In de loop van de dag heb ik een andere USB-stick hier in mijn handen gedrukt gekregen. Zijn er meerdere mensen die hem hebben gekregen of niet? Oké, er zijn wel een heleboel. Ja goed, deze die komt denk ik van een vertrouwde bron. Die van hem, weet ik niet of die van een vertrouwde bron afkomt. Ik weet niet of hij hem gevonden heeft of hij er wat mee uitgehaald heeft. Deze komt wel van een vertrouwde bron, maar zelfs deze, die zal ik gaan proberen. Maar dat doe ik vanavond, doe ik thuis op een systeem, daarna helemaal weggooi. Niet verbonden is met het internet of wat dan ook. Niet verbonden is met een internet weer. Dus nee, die beest, ik doe niet. Dus je bent echt paranoïde. Je zou zelfs dit ook niet inprikken in je netwerk. Die is er ook niet. Ja. Die ze net uitgedeeld hebben. Ja. Nou, jawel. Nou, dat is een lusje. Nou, voor de stijl. Ik heb er eentje voor je. Oké. Mag ik hebben? Je mag hem hebben. Oké. Ja, USB-sticks, dat weet iedereen wel. Dat kan je niet doen. Maar zo'n kleine hub natuurlijk wel. En vooral als je ziet dat ik hier een hub gebruik waar waarschijnlijk mijn netwerkkaart het niet goed mee doet. Voor deze netwerkkaart was ook kwam het uit. Dus ja, op zich dan moet ik natuurlijk wel Windows hebben. Hè? Even kijken, die had ik ook nog meer eens. Kijk, een hele mooie. Is hij dit wel? Nee, hij is niet stuk. Hij is in bak? Ja. Goed. Je ziet hem iets langer wachten dan ik net gebruikt heb. Nog meer dan links. Nu al zichtbaar? Ja.
wat we als toen hier kwamen, van een andere resolutie. Dus dat heb ik vanmiddag al getest. Heb je het? Weet ik veel. Oké, waarom is weet ik. Ik heb daar geen moeite mee. Wacht even. Maar ik heb jou ook geen beschrijving, dat heb ik ook wel paarders van. Nou, Frans die heeft veel vertrouwen in de SD-rubis, omdat ja, die gaat ook wel schadelijk. Maar als je even naar het scherm kijkt, dan ga je zo meteen toch een paar dingen zien gebeuren. Oh. We hebben het iets vertraagd, spijtig genoeg gaan we toch nog net iets te snel om het helemaal te kunnen volgen. Maar, ja, en wordt het blijkbaar toch automatisch gewandels uitgevoerd. Zien we dat er een bestand is gedownload en dat die automatisch wordt uitgevoerd. Ja, en nu is er helemaal niets meer gezien. Maar als ik dan kijk... Ja, dat zullen wel drivers zijn, dat doen we niet. Ja, dat geloof ik wel, ja. Ja, toch? Maar als ik nu kijk in Metasploit, dan zie ik dat er een nieuwe sessie is geopend. En heb ik nu toch een nieuw systeem kunnen overnemen zonder dat ik een aanval heb moeten uitvoeren. De stick was veilig geweest, in dit geval wel, ja. Nee, ik kan wel. Als je het niet hebt. Even kopen. Ja, nu heb ik gewoon een volledige sessie. En dan krijg je gewoon. Alle informatie, ik kan ook een command shell vragen, dus ik heb gewoon toegang tot het systeem. En command prompt. Nu, dankzij de toegang tot het systeem kan ik ook andere systemen op zijn netwerk aanvallen. Want dit is een systeem dat een verbinding heeft gemaakt naar mij toe. Dus door de firewall heen. Vanaf het interne netwerk naar mij. Maar ik kan hem wel zo instellen dat hij een steppingstone wordt voor mij. Dus dat was ook een van de methoden. Als je een systeem kan aanvallen dat wel toegang heeft tot het interne netwerk, kan je die gebruiken als een steppingstone. Nou, ik zeg dat al het verkeer naar het 192 netwerk via dit systeem moet gaan. Nou, en dan kan ik een netwerkscan doen van 192. En dan zouden we hopelijk snel een aantal systemen moeten zien dat we via het gecompromitteerde systeem hebben overgenomen. En er is ook een heel mooie layout voor, waarmee je kan zien aan de pijltjes, dit systeem heb ik via dit systeem kunnen aanvallen. Dus met andere woorden, je hebt, doordat ik dit hubje erin heb gestopt, heb jij gewoon mijn systeem kunnen overnemen. Dat klopt, ja. En vervolgens ga je mijn interne netwerk op. Ja. Zonder dat jij op mijn interne netwerk komt om in te prikken of wat dan ook. Komt er eigenlijk niet. Ja, en dat is een social engineering aanval. Ik zorg ervoor dat jij mij gewoon toegang geeft zonder dat je eigenlijk beseft. Hoe heb je dat gedaan? Nou, we hebben die mooie robots. Misschien dat je de Windows kan weggooien zodat we op de slide kunnen. Kun je de kopie? Nou, dit is de robot zoals hij in het jaar heeft staan. Daar zijn we net een paar van uitgedeeld, hè? Daar zijn we een paar van uitgedeeld, ja. Nou, wat hebben we daarmee gedaan? Dit is een plaatje waar we de robot uit elkaar hebben gehaald. Of in elk geval collega van ons, Geert.
kern heeft dat gedaan. En rechtsboven, dat kleine rechthoekje, dat is een TNC. Dat is ja, eigenlijk een heel kleine computer. Die hebben we laten inbouwen in de robot. En ja, het is een computer die kan programmeren en die kan zeggen wat hij moet doen. In dit geval hebben we het heel makkelijk gemaakt. Zodra de TNC wordt aangesloten, wacht hij 10 seconden. Nadat de 10 seconden zijn verlopen, dan krijgt hij een bestand op van mijn webserver. Ik ga het downloaden. Hij zorgt voor de juiste toetsencombinaties, zodat het ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. In dit geval toetsencombinatie Alt-R voor run in de plaats van opslaan. En als je een bestand downloadt, krijg je de optie, wil ik het opslaan, wil ik het uitvoeren. Nou, wij kennen de toetsencombinatie voor uitvoeren. Hetzelfde bij het volgende veldje, wil je het vertrouwen of niet? Natuurlijk vertrouwen we het, want wij hebben het gemaakt. En we voeren het uit. En ja, dat kan heel simpel met je team zien. Eigenlijk is die gemaakt voor andere dingen. Je kan servo's mee sturen, je kan ledjes, luidsprekertjes, maar je kan ook verschillende sensoren aankoppelen. Stel je dat je geen 10 seconden wil wachten, maar je wil de aanval uitvoeren als de lichten uitgaan. Je weet, op het kantoor, met energiezuinig, ze doen alle lichten uit als ze weggaan. Ja, dan zet je een lichtsensor, koppel je die aan de TNC en hij voert de aanval uit zodra het licht uitgaat. Bewegingssensor, je kan er eigenlijk bijna alles wat je kan bedenken mee doen en hem zelf programmeren. Oké, mooi, dankjewel. Nou, dit is dus inderdaad het robotje. U kunt zien, mijn vinger is niet zo heel veel groter. Hieronder zitten nog 4 USB-poorten. En daarin zit dus nog ergens een heel klein stukje elektronica. Nogmaals, ja, dank aan Geert-Jan die voor het betere soldeerwerk heeft gezorgd. Zodat we ook inderdaad dit compacte kleine dingetje krijgen. Dus zelfs een USB-hub, onschuldig, lijkt nu niet zo heel onschuldig te zijn. We hebben dit hebben we natuurlijk een scenario opgedacht. We hebben het heel simpel gedaan, ook omdat het een beetje zichtbaar was. Wat er allemaal gebeurde. Stefan zou een VNC-sessie naar mij toe nu kunnen overnemen. En nog een keer de commandos kunnen naspelen. Maar ik hoop dat het zo dadelijk langzaam ging tot iedereen het wel een beetje heeft kunnen volgen. Ja, wat kun je daar tegen doen? Ik kan helemaal niks meer gebruiken. Je zou bijvoorbeeld binnen je bedrijf zou je software kunnen installeren waarbij je een soort van whitelisting doet op USB-apparaat. Als je allemaal dezelfde keyboards hebt, dezelfde vendor ID, dezelfde product ID, zou je daar eventueel op kunnen filteren. Ik denk nog steeds dat de menselijke factor die moet je stimuleren. Daar moet je zorgen dat die een beetje dus is. Dat ook dit kan gebeuren. Dus ja, je mag me geen lenen, zou ik zeggen. Maar het laatste puntje vind ik eigenlijk ook heel belangrijk. Moet ik gebruikers aan om vreemde incidenten te melden. Vaak is het ook een beetje een boemannenpolitiek. Waarbij gebruikers denken, nou ik heb het niet gezien. Nou, ik heb het echt niet gezien, want ik zat in mijn tas. Maar probeer gewoon de drempel voor gebruikers zo laag mogelijk te houden. Wij zijn een beetje aan het einde van onze tijd. We hebben, ja, zoals gezegd, een selectie moeten maken uit een aantal kleine aanvallen. We hebben hierbij door de beperkte tijd niet meer kunnen tonen. Helaas ging het eerst tegen, maar die ging een beetje fout. Die willen we echt nog een keer herhalen. Maar er zijn meer aanvallen. Dit waren er slechts 3 of 4. Dat is een heel legio. Waarbij bijvoorbeeld ook browseraanvallen op dit moment en ook in de toekomst zullen gaan toenemen. Waarom? Een browser die wordt over het algemeen niet gepatcht. Ja, of in ieder geval later gepatcht. Dus alles over realistische en exploits die daarvoor voor uitkomen, die zullen zeer snel worden toegepast. Het eerste is nog, hackers hebben tegenwoordig, in vergelijking met vroeger, moesten ze op iedere vulnerability een exploit schrijven. Ze hebben nu een framework, dat heet Metasploit. Dat is een ik ben niet zo fan van allemaal deze grafische interfaces. Maar je ziet dat Stefan daar heel makkelijk doorheen klikt. En dus klik, 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 klaar. Nu ga ik dat scannen, nu ga ik naar het interne netwerk. Nu neem ik dat systeem over. Oh, daar staat ook nog eens leuks op. Nou, het framework kan nog veel meer. Het is heel simpel in het gebruik. Vooral met zo'n grafische interface. Aanvallers hebben dit ook. Degene die jullie willen aanvallen. En ze hebben nog wel meer van dit soort spullen. Binnen Metasploit zit bijvoorbeeld een module die browser_autocode. Nou, je kunt wel raden wat dat ding doet. Je start hem op, je logt een gebruiker naar je website.
waardoor die geactiveerd wordt. En vervolgens gaat die autocode optie, die gaat gewoon kijken welke vulnerabilities voor browsers zijn en toepassen op dat moment. Zit er eentje bij, heb je pech gehad, dan krijg je dat soort leuke schermpjes waar zo'n rood dingetje omheen staat. En eigenlijk het teken is van, je bent nu van mij. Voor de aanvallen dus. Ja? We wilden het hierbij laten, denk ik.